Ik heet Berend en mijn vader heet Berend. Je opa heet toch ook Berend? Kapitein Berend, spreekt u mee? En de boot heet ook Berendbootje. Super grappig. Wat was dat? Opa weet wel wat we moeten doen. Als burgemeester neem ik het in beslag. Een heel bijzondere vondst is er vandaag gedaan. Dat is ons ei. Wat? We gunnen het ei. Een beetje rust. Wat voor ei is het eigenlijk? Ja, een duimpieper. Zeker. Of de kuifduiker. Ik heb dit nog nooit gezien. Kan je eigenlijk eieren in beslag nemen? Waarom zou je dat doen? Een knoetel. In watters? Dat ei, dat gaat niet uitkomen daar. Dat gaat nooit uitkomen. Maar wat als ik het ei zelf breng? Dat is een heel goed idee, kapitein Berendbootje. Mag ik met Berend ei terughalen? Als je maar wel voor donker thuis bent. Echt? Berend, waar ga jij? Opa legt wel uit. Het schip, opa schip. Koers houden, recht zo die gaat. Heb jij hem gekregen? Geleend? Wegwezen, steltje zeepiraten. Hoe? De boot is veel mooier dan ik dacht. Wil je echt gaan varen? Tuurlijk. Recht zo, die gaat, matroos! Wat is er met het ei? Het is weg. Alles moet op slot. We gaan de zee op, eitje. Op zee? We zijn hier aan begonnen. Nu moeten we het ook afmaken. Beren, hallo? Ja, met Teus. Teus. Teus? Beren! Wist jij dat als je goed naar de sterren kijkt, dat je dan zelfs op de zeeweg kan vinden?